Een zaadling heeft een specifieke type voeding nodig om goed te kunnen groeien en zich gezond te kunnen ontwikkelen. Als je een zaadling in de grond kweekt, is het belangrijk om je grond te verrijken met specifieke voeding voor je zaadling. Dit kan bestaan uit een mengsel van organische meststof zoals mest of gecomposteerde bladeren. Of synthetische meststoffen met een specifieke balans voor zaadlingen. Voor je kleine zaadling is het heel belangrijk om de juiste hoeveelheid meststoffen aan te houden. Anders kan je de wortels van je zaadling verbranden. Kweek je in hydrocultuur, dan is het belangrijk om een specifieke oplossing van voedingsstoffen te gebruiken voor deze groeifase. Bij een zaadling is het heel belangrijk op welk medium je ook kweekt om de aanbevolen oplossing van de verpakking aan te houden. Je zou jouw oplossing kunnen testen door de juiste EC en pH-waardes te kunnen bekijken. Het is ook belangrijk om te weten dat zaadlingen vaak meer water vragen dan volwassen planten. Niet qua hoeveelheid, maar wel qua hoe vaak je het moet geven. Dus zorg altijd ervoor dat de bodem bij een klein zaadlingetje altijd vochtig is, zeg maar. Dus je moet de bodem altijd een beetje bevochtigen. Wat ook belangrijk is, dat je zaadling voldoende licht heeft. Niet te veel licht, anders verbrandt hij. Maar ook weer niet te weinig licht, anders gaat hij niet groeien. Als je zaadling goed aan het groeien is, kan je hem ongeveer na 3 weken overzetten in een grotere pot.